ontstekingsproblemen. Dat was niet het geval met Colin McRae. Mackinnon liet 9 seconden liggen op Colin McRae. En was echter bij de tweede passage over deze proef. Die 9 seconden weer sneller. Dus het ging echt lekker nek aan nek. Derek Ringer hoorden we hier met de pace notes aan Colin McRae in de Subaru Legacy. Ze zijn hier aanwezig om banden te testen voor de RAC Rally. En ik kan me vermoeden dat dat ook een groot gedeelte van de reden is dat Tommy Mackinnon hier is met een fabrieks-Nissan. Namelijk, Nissan wil de laatste optreden laten zien tijdens de RAC Rally. De rest van de rijders wordt aangevoerd door Travis Smith en Roger Jones met de Ford Sierra. En hier zijn we aan boord bij Louise Eckenwalker en Tina Turner. En duidelijk een goede stemming in de auto. En de pace notes worden niet al te serieus genomen. I'm just sure I'm not going to drive the last section. Long quick left and right, into square, left, pull. Into Ford. De roemruchte waterbak hier bij Western Park gaf Louise geen problemen. En dat was ook niet het geval met Metcalf in de nieuwe Opel Astra. Komt ja natuurlijk het 2 liter kampioenschap. Ingezet gaat worden. Wel problemen voor Richard Burns in de Peugeot 309. Nou, wat sommigen niet doen om een beetje aandacht te krijgen. Gelukkig wordt er niemand gewond. En onze camera mensen wisten ook op tijd uit de weg te springen. Ook voor Burns is het een testterrein voor de RAC. Dan zien we de lokale held, Poy Dyson en Stuart Derry. Hij zou groep N kunnen winnen, maar dan alleen als Alistair McRae en Louise Eckenwalker allebei uitvallen. En dat lijkt onwaarschijnlijk. Richard Hemingway en Graham Whittaker met nummer 19 voor Chira. En zij hebben wat problemen met de juiste route te vinden. En nummer 35, Steve Wedgbury, is een regelmatige deelnemer in de Skoda Favoriet. En ook nu stevend hij alweer op een klasseoverwinning af, hoewel zijn klasse is niet echt groot. Na 2 klassementsproeven in Western dus, Service in Telford, de grootste stad zo'n beetje in de Midlands. Een uit het niets opgetrokken prachtige moderne stad. Te zien Service bij de Astra van David Metcalf. Een paar angstige momenten waren er, want de remmen weigerden. Maar het is in ieder geval beter dat het hier gebeurt dan in de bossen. We're really here just to test and develop a few different things for next year. And they locked up as we came into the corner, and it was just a little bit more slippery than I thought. Went straight off and into the scenery. Oh,